dia, bem-vinda a outro programa de Já Sabra. Hoje nós vamos sentar com o Shemi Botter e com sua pareja Lise Herbrug. E também com o Yuchi, que está de visita cerca da nossa corção. Provavelmente o programa que está passando na Loba Yolanda acaba, mas não havia assim, algo grande na corção. Não está de arte, de moda, na Europa, quem não conhece. Não? E não também compartilhar com nós agora aqui, que com a assim, com o Shemi está de corção. E está conosco com Bin e Adriana também, é parte de arte, de moda. Rochemi, me dá para a minha roupa e bom vini. Danke, danke. Rochemi, contame algo tipo, para estudar arte, para estudar moda na Europa. Yes. Contame como yeah. Adriana o mundo. Eigenlijk, ik ben altijd al Nederlands goed, toch? Ik versta ja, papier geen mens, probleem. Maar... Not a problem, okay. Sí. Ik ben altijd al bezig geweest met mode, meer met het... emotionele gedeelte ervan. Dus waarom mensen zich zo kleden, waarom iemand eruit ziet, waarom die eruit ziet, hoe iemand zich gedraagt, de houding. Dat vond ik heel interessant. Waarom kleedt iemand zich, waarom hij zich kleedt. En ik wist nooit, ja eigenlijk in onze cultuur is het mode is niet echt een baan. Dus voor mij was het creatieve gedeelte, het komt ook niet echt voor in onze familie echt, het creatief van mode. Wel, mijn oom dan, die was bezig met misverkiezingen, dat soort dingen. Maar voor de rest allemaal serieuze banen. En uiteindelijk was ik wat... Dus ik wist niet echt wat ik wilde. En ik was op een latere leeftijd, rond 22, kwam ik erachter dat je dus wel kon studeren voor mode. Dus dat je naar de universiteit kon gaan. En toen ben ik 4 jaar een technische studie gaan doen. Want ik wilde wel echt weten hoe een kledingstuk in elkaar moet en dat soort dingen. Patronen maken. En toen had ik eigenlijk de courage enough om me aan te melden voor een universitaire studie. Oké. In Antwerpen. In Antwerpen, in België? Ja. Ja. Oké. En dat was hoe lang geleden? Dat is nu. Hoe lang geleden is dat? Dat ik me aanmeldde is nu 11 jaar geleden. 11 jaar geleden? Dus een studie van 4 jaar. En je denk in 2012 of 2013? Ja, en een studie van 4 jaar met je master die je haalt. 2017 afgestudeerd. Ja. Oké. En na 2017, je bent afgestudeerd. Wat dan? Wat heb je gedaan? Lissy is afgestudeerd in Amsterdam. En die is bij mij komen wonen in Antwerpen. Dus we hebben het eigenlijk hebben het samen gedaan. Ja. Ja, we gaan zo. En toen zijn we eigenlijk gelijk voor onszelf begonnen. We hebben een aantal awards gewonnen. En met dat geld hebben we eigenlijk geïnvesteerd om gelijk naar Parijs te gaan. Toen ik afstudeerde. En toen hebben we een kleine showroom gehuurd. Waar mensen komen, dus winkels, die komen onze kleding inkopen. Ja, in Parijs. Ja, in Parijs. Ja, dus daar hebben we gelijk. Ja, dat is de modestad, hè? Ja, precies, daar gebeurt het. En we wilden echt daar zijn waar het zich afspeelt. Uh-huh. En hoe kon je experience hebben daar? Het was spannend, maar toch ook wel het gevoel van we gaan de mode veranderen, dat was het gevoel wat overheerste. Dus eigenlijk, mensen noemden ons naïef, maar wij dachten, wij hadden een hele nieuwe kijk op mode. Wat we nu nog steeds aan het exploren zijn, wat we aan het pushen zijn. En wij dachten, wij gaan het wel anders doen. Dus we wilden eigenlijk deuren in gaan trappen van de oude garde. En dat is nu waar we nog steeds mee bezig zijn. Dus echt gevoel van veranderen, het veranderen van het oude systeem. Mm-hmm. Wat is mode voor jullie? Wat betekent mode? Ja, voor mij is het eigenlijk meer technisch. Rochemi is altijd heel erg bezig met de emotie. En ik heb een voorliefde voor de techniek van mode. Van hoe je kledingstuk in elkaar zet. Of ja, hoe de constructie is van een hele moeilijke jurk. Of, weet je, dus ik ben heel erg geïnteresseerd in de sculptuur van het kledingstuk. En wat het doet in relatie met je lichaam. Mm-hmm. En ja, dat is wat mode voor mij is. Het is een soort... Ja, het is een soort, nou ja, niet per se een schild, maar het is iets wat je om je lichaam heen creëert. Wat natuurlijk wel correspondeert met hoe je je voelt. Mm-hmm. Maar ik kijk veel technischer naar kleding dan Rochemi. Mm-hmm. Je bent veel rationeler, ja. Maar toch ook wel daarin creatief, toch? In wat jij doet. Ja, natuurlijk. Ik wil altijd mooie vormen creëren. Ik ben altijd heel geïnspireerd geweest door Japanse modeontwerpers. Die zijn altijd bezig met hele sculpturele silhouetten. En dat vind ik gewoon, ja, dat vind ik mooi. Uh-huh. Ja. En jij, Rochemi? Ja, wat Lies zegt voor mij meer het emotionele, het storytelling, verhalende ervan. De emotie erachter, wat ik net al vertelde, waarom iemand iets draagt. En echt een beeld creëren, een fantasie, een wereld. En
tegelijkertijd ook realistisch beeld van de wereld van nu vertellen. Mm-hmm. Een beetje politiek zit er ook in, politieke statements. Het is echt een uitlaatklep, het is een expressie, een kunstvorm, zo zie ik het. Anto Bosanta, Bosanta, a participar na show na de moda também? Ah, sorry? Na show na de moda, yeah. Mode shows ook? Ja, ja, ja. Hebben jullie ook gedaan? Ja, ja, ja. In Parijs, waar? Ja, ook in Parijs. Nu sinds, ja, ik denk sinds 2020, 2019. 2019. Zijn we deel van de officiële kalender in Parijs. Dus dat is altijd een heel proces om echt onderdeel te worden van de officiële Paris Fashion Week kalender. En dan sta je dus inderdaad, weet je wel, ben je gescheduled tussen de andere internationale designers. En dat dus sindsdien maken we 2 collecties per jaar. Eentje voor de winter, eentje voor de zomer. En die showen we op de Fashion Week eigenlijk in de vorm van een modeshow. Wat de officiële kalender is. Ja. En je komt er niet zomaar binnen, je moet echt toegelaten worden. Mm-hmm. Mm-hmm. En jullie zitten nu op Curaçao. Wat was de bedoeling? Ja, we hebben heel veel bedoelingen eigenlijk op dit moment. Ting algo speciaal. Het is iets speciaals voor jullie hier zitten. We zijn voor meerdere redenen gekomen. Ik denk degene die we het meest concreet hebben kunnen maken deze trip is de samenwerking om kleding, sporttenues, warmloopkleding en reiskleding te creëren voor de sporters in samenwerking met Reebok. Want we hebben een langdurige samenwerking zijn we met hun aangegaan. En het was voor ons heel belangrijk dat op het moment dat we met hun de deal sloten, dat ze ook mee zouden dragen aan goede doelen, maar ook organisaties waar wij achter staan. En dit is eigenlijk het eerste wat we met Reebok ondernemen, waarin zij Curaçao gaan ondersteunen en de sporters en de jonge sporters zoals ze uit moeten gaan sporten, nationaal en internationaal. Dat is interessant. Ja. Dit is wel iets wat we willen al heel lang iets. Kijk, als wij collecties maken, spreken we altijd over Curaçao, Santo Domingo, altijd waar ons hart ligt. Ja. Want we halen heel veel inspiratie vandaan en we vinden ook dat we ook iets niet alleen moeten nemen, maar ook moeten geven. Mm-hmm. Dus we geven altijd het podium, we vertellen altijd over Curaçao met trots. En we wilden al heel lang iets doen voor Curaçao en met Curaçao. Mm-hmm. En Tio Henny Renilla, die ga ik toch je naam noemen. En Renilla, die, moeten die we doen. Is echt ons teammember, hier op Curaçao ook. En die legt alle contacten aan het onderhouden, die is alles aan het pushen van zijn kant hier op het eiland om alles mogelijk te maken zodat wij echt iets kunnen doen daadwerkelijk. Dus nu komen we hier en hij heeft alle afspraken geregeld en het is echt een... Hij legt alle puzzelstukken zodat het gewoon vloeiend, het proces vloeiend door kan gaan en dat is voor ons wel heel erg belangrijk. Belangrijk, ja, want we hoeven niet van nul te beginnen als jullie komen. Alles is algemeen gewoon. Ja, we komen presenteren en... Ja, het is super teamwork. En hoe was het gegaan? Hoe was de acceptatie? Heel enthousiast, hè? Ja. Heel enthousiast. Uh-huh. En, ze voelden het. En wat ik heel belangrijk vond, is dat ze het begrepen, ze voelden het, emotioneel betrokken erbij. En dat is voor ons een plus. Dat is gewoon, dan weet je dat het iets moois gaat worden. Het was niet alleen maar dat ze het interessant vonden, dat ze niet helemaal begrepen. Ze begrepen het, ze wilden er meer van begrijpen, ze wilden het voelen, ze snapten het. Ze waren ook heel erg trots hè, op dat de Shami dan van hier komt en naar het buitenland is gegaan, bereikt heeft wat hij bereikt heeft en terugkomt om iets terug te doen. Ja, dat komt echt uit het hart. Ja, het is ook important, want ze hopen gaan de jongens, ze gaan weg, ze gaan studeren mm-hmm. en ze komen niet terug. Mm-hmm. Maar jij komt terug om iets te doen. Je wil iets doen voor Curaçao. Ja, klopt. Ja. Zeker. Het is belangrijk. Ik denk, we hebben nu een podium. En ik denk ook dat het we zijn ook zo opgevoed, hè? Of opgegroeid. Ik weet niet. Dat is gewoon de personen die wij zijn. En dat is waarom we het liefste doen wat we doen. Dit geeft een beetje meaning. Ja. Het is niet alleen maar kleding maken. Kleding maken. Het is alleen maar een stukje stof, zo kun je het zien. Mm-hmm. Maar dit geeft, daarom doen we... Het doet een unificatie. Ja, precies. Lo que Cubo Santa bezig is, nee. Ja. Anto, wanneer ahora que nos tenho hobby, qua bij studie voor. Anto, hobby bij ahora, weet je, wanneer de kinderen in de art, mode wil gaan studeren, dan hoor je mama's en papa's, dat ga je doen, je gaat niks verdienen, dat is geen werk. Klopt. Wat denken jullie over dit? Ik snap het waar het vandaan komt.
Want dan gaat het veel verder, snapt u? We hebben het er wel eens vaker hier ook over gehad, hier op het eiland ook. Kijk, het wordt niet gezien als een echte baan. Een echte baan wordt hier gezien als kantoorbaan. Maar wij hebben wel het geluk gehad dat mijn familie van alle kanten me steunde daarin. Ik dacht altijd van niet, ze gaan het niet begrijpen, maar ze steunden me erin. En ja, ik hoop heel erg dat het bij de anderen ook gebeurt, snap je? Want voor mij, voor haar, door hen kan ik doen wat ik doe. En voor haar wordt het nog veel makkelijker, want zij kan echt doen wat ze wil. Maakt mij niet uit wat ze gaat doen. Ze wil altijd supporten. Al wil ze schoonmaken, niet dat dat minder is. Maar ik zal gewoon supporten als ze maar gelukkig is. Dat is hetgeen wat ik heb meegekregen, als ik maar gelukkig ben. Mm-hmm. Ja. En Lissy, wat denk jij erover? Ja, ik begrijp wel, zoals Rashemi zei, ik begrijp ook waar het vandaan komt. Dat gaat natuurlijk veel verder terug. Maar ik denk dat mensen zich ook moeten realiseren dat de wereld aan het veranderen is. En dat er natuurlijk, er zijn hele andere behoeftes van mensen. En daar komen ook weer andere banen uit. Ik bedoel, er is nu heel veel online. Ik bedoel, wat we nu doen, video, mensen kunnen streamen, er gebeurt van alles. En daar is ook, daar hangt ook een heel groot stuk creativiteit aan vast. En, weet je, er is echt er is heel veel te doen in creativiteit op verschillende vlakken. Niet alleen mode hoor, ook media en grafisch en van alles. Hè. Er zijn zoveel creatieve banen. Ik denk gewoon dat, ik denk dat mensen zich moeten realiseren dat de wereld verandert. En daar komen natuurlijk ook andere opportuniteiten uit voort. Ja. Zeker. In Nosperhaya kunnen wij een dag jullie hier krijgen voor een modeshow? Zeker. Ja? Zeker. Henny Renier is mee bezig. Henny Renier is er mee bezig. Oké. Om iets, ik denk dat het in volgend jaar september wilde iets creëren. Tijdens de cultuurweek ook. En september is dat denk ik, volgens mij. Mm-hmm. Dus een soort van, eigenlijk dat er meerdere ontwerpers uit Nederland samen hier en dan eigenlijk show uit Curaçao natuurlijk, vanuit Curaçao. Mm. En dan hier een show gaan geven. Het gaat wel iets moois worden. Dus een podium voor nieuwe talenten. Nieuwe talenten. Ja. Want er zijn veel in Nederland. Er zijn heel veel. Veel talenten in Nederland. Ik heb veel geïnterviews. Dus het zal een mooi project zijn als wij veel van hen hier kunnen krijgen. Ja. Weet je, voor een show. Hebben jullie de tijd ervoor? Want jullie zijn echt druk. Tuurlijk, voor deze dingen maak je tijd. Je kan altijd wel geen tijd hebben, maar je moet tijd maken, toch? Ja. En wat denken jullie over hoe de mensen hier zich kleden? Die mode, wat we hier... De mode? Ja, hier in Curaçao. Vind ik wel interessant wat die vraag, want het zijn twee verschillende dingen, denk ik. Want je hebt dan de mode, wat mensen denken dat mode is. En dan zie je veel jongeren hier nu die skinny en zo dragen. Wij kijken niet echt zo. Wij zijn nooit bezig met trends, met mode. Trends, ja. Wat wij heel interessant vinden is hoe de normale mens hier, de bevolking, hoe die zich kleedt. Daar worden wij uit geïnspireerd. Dus misschien een oudere vrouw, hoe die zich kleedt, hoe die de jurk heeft of de broek. Hoe een oudere man, dat vinden wij echt heel interessant. Uh-huh. Want die hebben geen idee van hoe ze zich kleden. Nee, volgen de trends niet. Volgen de trends niet? Okay. Ja. Interessant, ja. Maar hoe ze zich kleden is wel hele mooie dingen hebben. Terwijl ze het misschien zelf niet weten. Uh-huh. Maar dat vinden wij heel interessant. Misschien de shape, hoe iets hangt, of te kort is, of te lang. Dat vinden wij heel interessant. Dat is interessant voor jullie. Ja. Wonen jullie in Nederland of ergens anders in Europa? We schipperen nu tussen Nederland en België. Oké. Okay. Dus we hebben net ons atelier sinds een paar maanden verhuisd naar België. Antwerpen. Dus, Antwerpen. Dus ja, in het begin gingen we heen en weer, maar nu zijn we door de week daar. Ja, het is gewoon te druk. Dus te moeten druk. We daar zijn, ja. En het weekend in Nederland. En nu, wanneer is de volgende show? Januari. In januari. Ja. Dus druk aan het werk, hè? Ik wilde er niet over hebben. We hebben net eentje gehad. We hebben net één gehad in juni. In juni. En nu zijn we eigenlijk aan het opladen. Inspiratie. Uh-huh. Dus van hoe mensen zich kleden. De kleuren. We zijn naar het Nationaal Archief geweest. We zijn nu gewoon als sponsor van alles aan het opnemen. En als we terug op kantoor zijn, gaan we alles vormgeven. Ja. De kleuren uitzoeken, weet je, dan krijgt het meer vorm en dan gaat het atelier aan het werk, gaan ze dingen uitproberen.
En dan, ja, dan is het van start, dan gaat het proces vanzelf. Ja. Jullie hebben een merk, die bottermerk, voor mannen, het is alleen voor mannen. Mannen en vrouwen. Het is mannen en vrouwen. Ja. Ja. Maar vrouwen is wel, hebben we net geïntroduceerd sinds het basisseizoen. Oké, dus net geïntroduceerd. Ja. Want het was echt voor mannen eerst. Ja, klopt. Ja. Echt voor mannen, maar hebben we het ook gedragen door vrouwen. Okay. Ja, dus hey, unisex. Ja. Zo noemden veel mensen het. Ja. Zo zagen wij het zelf niet per se. Wij ontwierpen wel echt voor mannen, toch? Maar toevallig dat veel vrouwen het ook heel mooi vonden. Ik denk dat het komt door de Caribische invloeden, de flamboyante man en hoe we dat vertaalden in onze kleding, vonden vrouwen dat ook heel mooi. Maar ook gewoon modern toch eigenlijk, hoe we denken, want nu de dag als je naar, laten we rappers, de macho cultuur kijken, dan ze dragen rokken, ze dragen crop tops, ja. Dus je ziet eigenlijk geen verschil meer daarin. Nee, dat is het. Ja. Oh, het was leuk om met jullie te praten, Regina en Lizzie. Dat vond ik heel leuk. Ja, leuk dat jullie hier in Curaçao ook iets gaan doen. Ja. Dat hoor je niet veel, dat krijg je ook niet veel van onze mensen die naar het buitenland gaan. Maar nos te queda pendiente, die projecto, die Curaybok. Yes, ja. Nos te queda, nos te queda nog wel terug. Ja, tuurlijk. Ja. We komen hier bij u. Tuurlijk, ik wil echt jullie terugzien om te kijken, kon je project Okana, wat hebben jullie gedaan? En door Pamitin, dit aan die was aan kon te beginnen naar Hollanda, hoe is het daar in Europa? Dan hoor ik wel van jullie. Ja, zeker. Ja, dan gaan we even. Ja, zeker. Nee, zeker. Ja. Ik vind het leuk om hier te zijn, dank u wel. Ja, dank je naar Lizzy, dank je naar Regemi. En dank je naar onze Ana Kaas voor het volgende programma van Jasabra. Een programma super interessant. En tot de volgende programma. Dank je.